Alweer bijna 10 jaar geleden speelde ik Titanfall. We spelen Attrition, wat uiteindelijk neerkomt Kill Enemy Pilots, Grunts en Titans. En dat was een ervaring waar ik best van genoot. En toen een paar jaar later kwam Titanfall 2 uit. En voor een of andere reden viel die game gewoon stil. Je hoorde er niet meer zoveel over. En het leek alsof het het einde was van Titanfall 2. Tot op het moment dat er een 90% korting was op Steam. Wat de hele game weer een beetje deed opleven. En dat gaan we vandaag spelen. Ik heb Titanfall 2 nog niet eerder gespeeld. Dus weet je, wellicht geniet ik er wel zo van. Net zoals ik bij Titanfall 1 deed. Oké, we zitten in de game. En er is zelfs een... ik heb een klein beetje een loadout bij elkaar gefixt. Voor de rest weet ik niet helemaal wat er gaande is. Maar we'll make it work. Oh, wacht. Dat zijn ze al? Hemel! Sonar detected. Wat is sonar? Ik ben zo nieuw op alles. Help. Ik ben neer. Maar dan komen we wel. Ga eens aan de kant met je dikke, vette lijf. Er is een soort... Wat? Depth of field? Als je... Hemel! Oké, ik bleef aan de muur plakken. Er is een soort depth of field als je rechtermuisklik doet. Als je ADS gaat. Dat vind ik een hele vreemde mechanic. Holy fuck, dat is een dikke vette Titan. Echt, diegene die hem echt als eerste heeft gehaald. Die kan echt flink tekeer gaan. Oh, die shield. Oeh, daar is hij. Dat was mis. Dat was mis. Mijn Titan is ready. Roep maar in, bitch. Roep maar in. Komt ie. Thank you. Die is voor mij. Oh mijn god, ik heb al een hele tijd niet meer in een Titan gelopen. Laat staan dat ik weet hoe het werkt. Ik heb de handleiding niet gelezen namelijk. Hallo, mag ik er ook nog even bij? Dank u. Oh, ik ben gepulst. Ik ben gepulst. En ik had echt totaal niet hoeven reloaden. Bitch. Mijn gun doet geen damage, heb ik het idee. Smoke. Er is hier ook een sonar. Oké, ik ben door zijn shield heen. Oh my god, my gun. My gun, my gun. Help. Oké. Dat deed dus zoveel damage. Ja. Dat verklaart, dat verklaart, dat verklaart. Kijk, wat doet deze guy? Hij staat gewoon stil. Hebba. Hier, dit is gewoon grunts rapen, joh. Ik heb mijn Titan alweer. Geen probleem, gozers. Ik drop hem daar. Oh ja, want er is hier een dak. Help. Ik moet mijn Titan hebben. Niet mijn Titan aan... Nee! My Titan! It's just standing here. Heb eens. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Zo vet hoe hij hem gewoon uit de lucht pakt. Kan ik melee'en? Wat is mijn melee-knop? Help! Hoe ga ik eruit überhaupt? Ik weet de knop niet van hoe ik eruit ga. Oeh, dikke vette Titan. Yes! Dat was een lekker schot. Die guy zou hier ergens nog moeten zijn. Enemy specters incoming. Wacht, zijn dat gewoon een wave van bots die erbij horen? Oeh, er is another one. Dat was ook weer een goed schot. Dat was ook weer een goed schot. Dat was ook weer een goed schot. Heerlijk. Hebba. Amp mijn gun maar even op. Wat het ook mogen betekenen. Wat de hel is dat? Hebbes. Die is ook neer. Ik heb mijn knop per ongeluk unbound dat ik mijn Titan kan oproepen. Mijn fout. Het is compleet mijn fout. Wil ik wel even mededelen dat het mijn fout is. Woe, woe, woe. Verkeerde, verkeerde. Ik schoot op de verkeerde. Grunt.
Oeh. Hemel. Ik heb geen normale... grenades. Maar de intensiteit die hier plaatsvindt... is wel... lekker aanwezig. Summary. Ja, we zijn in ieder geval natuurlijk wel gewoon een level omhoog gegaan. Ook qua ons gun. Dan heb je een extra ammo mod die je op de gun kan zetten. Voor de pilot primary is die omhoog gegaan. Dus je hebt wel gewoon een actief level systeem. Een beetje vergelijkbaar als een Battlefield Call of Duty. Mijn Titan is omhoog gegaan. Oké, er is zoveel gebeurd dat ik heel even moet kijken wat er nou eigenlijk is gebeurd. Ik weet niet welke game mode dit is. Maar we gaan het naar ons zin hebben. Attrition. Oké, kill of eliminate the enemy force. Hop, hop. Die movement is wel echt heel ziek hoor. Als je dat een beetje echt onder controle krijgt. Oh. Oké, grunts, die zitten er gewoon standaard bij, heb ik geleerd. Dat zijn gewoon standaard enemy units. En daartussendoor heb je dus gewoon spelers, zoals dat. En die kunnen dus titans oproepen. Dus je hebt gewoon een grunts en titanfall pilots. Dat was het inderdaad. Het is weer even geleden dat ik even ingelicht ben over de situatie. Hey, grunts. Nou weet ik niet of je echt oneindige guns hebt. Of oneindige ammo. Lijkt het wel een beetje op. Woe. Hemel. Hup. Door het raampje, dank u. Mijn hemel. Oké, die depth of field is wel een beetje vervelend. Maar onderscheidt dus wel een dichtbij target van ver weg. Dat is aan de ene kant dus wel chill, maar ik weet niet of ik het... of ik zoiets echt zou willen. Hello, enemies. Woe. Thank you. Come again. Woe. Thank you, come again. Ik weet ook niet waar de enemies zijn. Dus ze zijn overal, maar ook weer nergens of zo. Tenminste, ik kan ook gewoon op de map kijken. En dan zie ik dat die fucking hier is. Bonk. Er is er nog één rechts hier. Ah, nee. Ik ging zo lekker. Spawn en Titan. Tuurlijk. Er zeg ik geen nee tegen. En daar gaat hij. Ik heb al flink wat damage op hem. Dus dat is goed. Come back, bitch. Come back. Oh no. Boom. Bitch. Malaya. Nee. Wel. Executed. Hoppa. Ik dacht al, maar is mijn HP zo laag? Vond ik al erg onbegrijpelijk. Oeh. Er zat dus een friendly pilot op mijn... bot. Dus niet daarboven. Dus niet. Wat is mijn HP van mijn ding? Is dat 79%? Dan zie ik de HP van mijn Titan. Hoppa, die is neer. Oh, die hoort bij mij. Ah, dit potje gaat me toch wel een stuk beter af. Oh, hey. Want als ik gewoon hierin sta. Woep. Oké, dat was blijkbaar niet het idee. Oké, de lasercore had wel prima geholpen. Dat was te merken. Dat deed flinke damage op hem alvast. Oeh. Oh no. Ik ga er wel uit. Dank u. Abba, dank u. Oeh. Oh, wat? Dat was wel een enemy? Ik dacht, die hoort bij mij. Zo stom dat ik dan echt door zo'n knullig foutje gewoon neerga. Oh nee. Where enemy? There. Oeh, die klote grunts. Ze zijn met zoveel. Nee. Mijn Titan staat daar. Alhoewel, hij is nog niet geland. Hij is geland. Klootzooi. Excuse me, where Titan?
Oké, gelukkig is mijn Titan zichzelf even aan het beschermen. Hij heeft 50% HP, dus dat is wel scheid. Hij gaat nu mijn kant op in ieder geval. Oeh, oh no. Oeh, oeh. Hoppa. Mijn Titan schiet op dat ding. En ik schiet op dat ding. Oeh. Hij chopt hem. Nee, die was mis. Oeh, dat is een self-explode. Oké, maar waar is die guy heen? Hij vloog hier toch ergens? Yeah, victory. Dat zat er ook wel aan te komen hoor. Want ik ging echt als een speer. Hop, hop, hop. Ik weet mijn deaths niet, maar 15 kills ben ik het best mee eens. Ja, en dan moet je inderdaad intercept escaping enemies op het laatste moment. Oké, dat is wel geinig. Ik heb bijzonder goed genoten. Sowieso, Titanfall 1 vond ik ook al leuk. Dus dit is een goede uitbreiding daarop. En van de, wat is het, 7 jaar dat deze game bestaat, speelt hij nog steeds hartstikke lekker weg. Tuurlijk, je moet er wel weer eventjes inkomen. Welke knop doet nou daadwerkelijk wat? Maar als je er dan een beetje achter bent gekomen, dan vloeit het wel. Ik ben blij dat ik het met 90% korting te pakken heb gekregen. Want anders zou het waarschijnlijk nooit op mijn pad zijn gekomen. Dus ik heb weer een aanwinst in de collectie. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's ernaast mij, maak ik gebruik van. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens!